Yo mensen van de Dutch Sims, welkom bij weer een nieuwe pack challenge. Vandaag gaan we weer een challenge doen rondom packs. Wat we vandaag gaan doen, is ik ga 1 miljoen aan coins openen. Beste van de beste spelers die ik pack in die miljoen komen in een squad te staan. Chemistry hoef ik geen rekening mee te houden, dus gewoon echt letterlijk de hoogste en de duurste spelers. Daarna speel ik een potje met dat team. Win ik met dat team? Maakt het niet uit. Verlies ik met het team? Maakt ook geen verschil. Ik moet de 3 spelers met de laagste rating aan het einde van het potje, dus een 7,1 of een 8,9 of een 6,0, verwijderen. Dun, dun, dun. Dus we gaan kijken welke spelers het beste spelen in dat potje en die mag ik houden. De andere 3 of de laagste 3 die moeten weg. Het is een leuke challenge, maar ik begin een beetje moeite te krijgen met het bedenken van leuke challenges. En daarom wil ik jullie wat vragen. Laat in de comments jullie challenge achter die ik kan gaan doen. Misschien wel een keer met een andere YouTuber die ook bij TDT zit. Als jullie het echt willen, dan kan dat ook wel graag gebeuren. Ik heb wel een leuk idee om met Nick te doen, maar die is momenteel op vakantie. Dus dat kan nog niet. Wij gaan packs openen. 1 miljoen. De beste spelers komen in de squad. Let's go. Jij. Ik sla gewoon alles op in mijn club. En dan zie ik vanzelf wel wat ik allemaal precies gepakt heb. Tweede pakketje en we hebben alweer de bruine. Het enige probleem momenteel met FIFA is dat FIFA 15 over minder dan 2 maanden al gewoon niet meer gespeeld gaat worden. Omdat het spel zo goed als voorbij is. FIFA 16 komt natuurlijk in september. En dat betekent dat momenteel spelers heel weinig waard zijn in de game. Vanaf FIFA 16 zullen deze challenges een stuk leuker worden. Nu 86 rated Royce packen is veel minder goed dan in FIFA 16 aan het begin. Royce packen, want waarschijnlijk zal het je ongeveer 200-300k aan prijs gaan schelen. Oftewel, het wordt een stuk intenser om dan ook echt daadwerkelijk goed te spelen met die spelers, omdat je veel meer kan verliezen. Momenteel is er ook geen leuk team of the week. De enige leuke speler is misschien Gerard. Futties zijn helaas al uit packs. Dus ja, kunnen eigenlijk niet anders dan gewoon normale goede spelers packen. Of tenminste, ik hoop dat dat gaat gebeuren. PK is wel oké. Weer de bruine. Great. Rooney, waarom ben je geen Futtie meer? God damn it! The Lord. Bende, de trolls zijn hoog, man. Otamendi is wel oké. Alleen ook weer niks waard. Fabre Gabre! Woe! Ik vind het jammer dat FIFA 15 nu klaar is. Er komen op de MLS Team of the Season na komen er eigenlijk geen nieuwe leuke teams meer uit. Tenzij er nog echt een vet Team of the Week komt. Maar meestal is het eerste leuke Team of the Week de eerste in FIFA 16. Dus dat is balen. Maar Tweedy is ook wel oké. Blaskowski, 82 rated. Ja, kan er niet over klagen eigenlijk. Farfan is ook wel oké, qua rating in ieder geval. We zitten al op de helft van de coins. Hopelijk komt er nog wat goed. Dus dat veel waard is. Is wel leuker voor de challenge. Oké, Benatia, dat kan er ook wel mee door. Alves is ook best wel goed eigenlijk. Koscielny is best goed. Oh, in vormpie. Lekker door. Lekker door. Verkoop je? Nee. Het is wel weer 15k. I guess. Duurste speler tot nu toe. Transfer Alex is ook beter dan je zou verwachten. Transfer Costa, dat is nog eens een leuke verrassing. Nog steeds extinct gewoon voor 5k. Indrukwekkend hoor. Indrukwekkend. Lekker kaartje. Nou, weer Benatia, daar hebben we nu niet zoveel aan. Zeko, qua rating is het niet verkeerd. Laatste pakje dan. Oh, ik heb ook nog 4 gratis pakketjes, joh. No worries. Oh, we krijgen nog Matić ook. Dat vind ik niet verkeerd. Niks waard, maar niks is nog wat waard. Behalve Ronaldo en een Messi. Zelfs een Hazard is nog maar 40k waard. Ik bedoel, hallo. Tijd om een team te bouwen. Voor zover er wat te bouwen valt. Want ze pakken gewoon overal de hoogste rated speler. Dit is het team met de meest waardevolle spelers die wij gepakt hebben in 1 miljoen coins. Laten we een potje gaan spelen. En kijken wie de 3 laagste ratings krijgen. Wat? Waarom kom ik hier tegen? Oh, wow, dit wordt een afgang. Laten we er even goed voor gaan klaarzitten. Maar we hebben Zeko, jongens, dus het gaat wel goed komen. Dankjewel, hè, voor die bal. Ik weet niet waarom je hem aan me gaf, maar... We hebben Alves ook op... Oh, dit wordt nog wat. Dit wordt nog leuk. Maar we hebben Rooney, dus dat hebben we mee. Maar Tweedy... Oh. De bruine! We scoren! Je zuigt. En ik blijkbaar niet. Nou, dat was lucky. Derde minuut. Ja, ik bedoel, wie heeft Messi nodig? Team of the Season spelers nodig. Neymar nodig. En Bill nodig. Als je Matuidi hebt. En De Bruyne. En Zeko. En met... Ja hoor, moet het nou weer zo zijn spel? Dankjewel, hè. Jongens, jullie lopen tegen elkaar aan. Dat is niet slim. Dat is nog helemaal nergens op. Waarom botsen mijn spelers tegen elkaar aan? Mafkezen. Hij begint weer een enorm voorsprong hoor. Vond ik niet anders. Sukkels. Jezus. Teleurstellend. Nou, dat ik 60 chemistry heb is te merken. Mijn spelers zijn ook niet echt snel. En hij heeft Bill, Neymar en Messi in de... Oh, Piqué.
Ik pieker er niet over. Ha! Wie heeft er nou chemistry nodig? Niemand. Dat was buitenspel. Dan, hij schoot nog mis ook, wat een noob. Jezus, waarom staat het 1-1 en waarom sta ik niet 15-0 voor? Zeko, je bent zo langzaam. Geweldig, geweldig verdedigd. Ja, nee, en dat was ook een geweldige paas. Deze man, hij weet gewoon niet wat buitenspel is volgens mij. Ik heb echt geluk. Hij heeft echt een beestenteam. Hij heeft gewoon coins gekocht voor het eerst in zijn leven. Zeko! Ik ben te goed. Eigenlijk is hij gewoon heel slecht. Hetzelfde principe. Gaat per ongeluk, ik heb geen idee welke knopjes ik indruk, maar het lukt. Yes! Uiteindelijk maakt het niet uit, ik moet toch 3 spelers discarden. Ik denk dat die rechtsback de eentje van wordt, want die heeft de bal gewoon nog niet gehad. Ja, fuck jou Messi. Ha, Edin Dzeko, wat een beest. Waarom draait Bill een rondje? Hij zit niet op ballet. Oké, okay, De Bruyne, Kevin De Bruyne. Afstand schotje! Oeh, zat nog bijna ook. Oké, de rechtsback. Oeh, die zat ook nog bijna. Hij heeft volgens mij echt geen idee wat buitenspel is. Wat een noob. Eerste helft voorbij. 3-1 voor. Niks om ons zorgen over te maken. Tweede helft. Zullen we er even 6-1 van maken. Dat was de beste paas ooit, Zeko. Wat een onderschepping. Ah, wat een paas. Wat een place. Kom Tweedy. Kom Tweedy. Tweedy. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, dankjewel. Balen, Bill. Gaat je niet lukken. Ah. Damn, dat was echt een geweldig paas. Was het weer buitenspel? Hij... Wat een paas. Let's go. Rooney. Rooney. Nu komt je massa van pas. Hou die verdedigers op afstand. Schiet hem erin. Penalty. Waarom dat nou weer? Waarom dat nou weer? What the fuck? De meest random penalty aller tijden, man. Zowat. Rechts top corner. Ik weet niet of dit top corner gaat. Oeps. Uh-oh. Nee, dit gaat het 3-2 worden. Het was redelijk voorspelbaar. Zeko! Zeko! Hij gaat niet meer winnen. 4-2. We hebben in ieder geval gewonnen. Ik ben benieuwd welke spelers we moeten gaan discarden. Ik weet het eigenlijk niet, om eerlijk te zijn. Hands down. Ik ben beter. Je hebt dus geen goed team nodig. Met chemistry. En een hele hoge rating. Nee, het lukt wel met een dik zak en Zeko. En de laagste ratings zijn voor Alves, Shiskin en Evra of Piqué. Waarvan Piqué beter gespeeld heeft. Dus Evra, Shiskin en Alves moeten weg. Tijd om ze te discarden. Nu is het tijd om ze te discarden. Ik vind het jammer, maar wat zijn ze nou waard? Alves was veel waard geweest 5 maanden geleden. 20k of zo, maar nu... Hetzelfde geldt voor Eva, die was ook 7k waard. Nu is hij 1000 coins, dus... Nou ja, het is weg. Mensen, vergeet dus zeker niet jullie dingen achter te laten. Jullie challenge achter te laten in de comments. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Vergeet niet te abonneren op TDT als je dat nog niet gedaan hebt. En hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. En dan zie ik je weer de volgende keer. Later! Yo!